Surinaamse vrouwen moeten worden gewaardeerd door het goede werk dat zij verrichten. Daarom heeft stichting Grani Fitiumoy Missi gisteren in verband met de Internationale Dag van de Vrouw 20 vrouwen gehuldigd die werken zonder enige steun te ontvangen. Agnita Jozefzoon, voorzitter van stichting Grani Fitiumoy Missi, vindt het belangrijk dat vrouwen worden bijgestaan bij het doen van sociaal werk. U weet, in de samenleving zijn er zoveel mensen die goede dingen doen. Maar we horen ze niet, we zien ze niet en we zeggen alleen maar slechte dingen over die mensen. Terwijl ze zonder een klein beetje van de overheid, dus zeg maar, een beetje steun van de overheid, doen ze met hun eigen salaris. Ze ondersteunen buurtkinderen, weet je, anderen nemen kinderen in en voed ze op. Begrijp je? En ook als moeder, alleenstaande moeders. En ze werken zo hard. Weet je, onze voorouders hebben ook hard gewerkt voor ons. Dat wij nu kunnen genieten van al het moois. De visie van de stichting is om ondernemende vrouwen te steunen door middel van het verzorgen van diverse trainingen. Vrouwen staan niet stil bij het belang dat zij hebben bij het vormen van een gezonde samenleving, meent Jozefzoon. Wij vrouwen, we zijn heel bijzonder, maar soms zien we het niet. We willen niet erkennen dat wij met respect voor onszelf. Dus de manier hoe jij jezelf behandelt, precies zo gaan mensen naar jou kijken en behandelen. Die respect naar jouzelf toe. Laten we bepaalde dingen als vrouw snel wrak of een kwaad worden en uitschelden en dingen doen. Nee, relax. Ik zeg altijd relax. Doe het relax. Praat. Kijk hoeveel dingen gebeuren. Ik vind het niet goed dat elkaar, weet je, suïcide gepleegd wordt. Dat was er toen niet bij onze voorouders. Dat hebben we niet geleerd. Patiëntie. Ik kan erover praten. Die patiëntie. Weet je? Laten we dat doen. En dan gaan we zelf zien dat er minder suïcide zal zijn. De stichting gaat nu na de huldiging verder met het uitvoeren van projecten voor in het bijzonder alleenstaande moeders. Wij geven de vrouw niet alleen een vis, maar leren haar vooral ook vissen. Aldus Jozefzoon.